Ik denk dat we allemaal merken dat de wereld aan het opwarmen is en dat het echt niet goed gaat met de natuur. Dus ik denk dat elk steentje die we bij kunnen dragen om dat te stoppen en weer om te draaien is heel belangrijk om te doen. We staan hier bij Lens. Wij zijn een zonnepaneelbedrijf. Wij willen eigenlijk alle daken van Nederland voorzien van zonnepanelen en zo ook bijdragen om de energietransitie te versnellen. Ik zat in een presentatie, daar was Breikers voor uitgenodigd en dat sprak me eigenlijk heel erg aan. Dus via die weg heb ik toen contact met hen opgenomen. Ze zijn heel enthousiast. Wij waren gewoon op zoek naar hoe kunnen we ons mobiliteitsbeleid zo duurzaam mogelijk inregelen. Het fijne is, ze brengen echt de basis in kaart. Ze beginnen echt met alle data die wij dus hebben aangeleverd, waar zij dus een analyse op draaien. Het is een website en dan zie je dus hoe je huidige mobiliteitsbeleid eruit ziet. Dus hoeveel procent komt op de fiets, hoeveel procent gaat met OV en hoeveel CO2 stoot je dan uit als mensen dus met de auto komen. Je kunt echt dan alle knopjes draaien om te kijken waar dus de meeste winst voor je uit te halen is als organisatie. Voor ons is dat dus het fietsplan, die hadden we nog niet, dus daar zijn we nu mee aan de gang. Het gaat dan echt om leasefietsen, die werknemers dan via ons kunnen leasen. Het maakt eigenlijk niet uit of je het privé gebruikt of voor werk. Goed plan. Lijkt mij heerlijk om met de fiets naar werk te kunnen komen. Ook doe ik locatiebezoeken in de stad. Is de fiets een ideaal vervoersmiddel? Bij Lens staat eigenlijk de mens centraal. Is het natuurlijk ook voordelig dat onze werknemers vitaler worden. We hopen dus dat mensen die nu met de auto naar werk komen of op de scooter voortaan op de fiets naar werk gaan komen. Tips voor andere bedrijven. Ja, wat ik dus heel fijn vond is dat je echt een goede basis hebt met de analyse van Breikers om je nieuwe mobiliteitsbeleid vorm te geven. En Breikers zorgt ook dat je bepaalde connecties maakt met andere bedrijven. Om zo je mobiliteit een stukje duurzamer te maken.